Daar zijn we weer. Na een maandje afwezigheid zijn we weer terug op ons oude nest. We zitten hier weer in Bargerveen. We gaan nu meedoen met de Kika Wintertrail in Bargerveen. En Pootje is weer helemaal hersteld, vermoed ik. Ik vond het een hele mooie uitdaging, de Kika Wintertrail. Het is voor een goed doel, dus waarom niet? En wij gaan dus even op zoek naar de start. Kom maar mee. Nou, we zijn aanbeland in de schaapskooi. We zijn nu bij de start en we gaan eens even ons startnummer ophalen. Ik doe de 4 mijl. Hoe gaat het? Oh, koud. Is straks lekker warm lopen? Ik heb geen vingertoppen meer over. Heb je geen handschoenen? Nee, ik heb geen handschoenen. Oh, wat jammer is het weer. Oh, wat jammer. Het is ook altijd wat. Startnummer is binnen. Nummertje 80. En wij gaan hem eens even bevestigen. Nou, het is nog steeds -3, dikke vrieskou. Ik heb gelukkig een paar handschoenen van de organisatie gekregen. Bedankt organisatie, ik zal ons onthouden. Heerlijk. En nou op richting de start. Nou, de 10 kilometer is al onderweg en wij gaan met de 4 mijl nu starten. Oh, heerlijk. Koud, lekker, fris. Koud, hè? Wat is het koud, hè? Geniet ervan. En wij zien elkaar bij de eerste pitstop wel weer. En we gaan dan de 4 Engelse mijlen vertrekken. Allemaal ontzettend veel succes.
generation of my time. There is nothing we can do.
Nou, dit is een heerlijk rondje weer door Bargeveen. Net als de vorige video van een maand terug. Het begon ook ongeveer op hetzelfde plekje. En ja, ik geloof dat we nu net een andere route pakken. Want vorige keer deed ik geloof ik de 10 kilometer. En nou doen we de 4 mijl. En het ziet er ook wat winterser uit hier. Prachtig. Ja, alles bevroren. Het water kunnen we nu overheen lopen. Nou, ik vind dat deze eerste 2 kilometer redelijk gegaan zijn. Dus ik denk dat we hem wel halen. En ja, dan gaan we hem natuurlijk ook weer even afsluiten met een heerlijk Dalders pilsje. Eens kijken wat er nou in het tasje is meegegeven. Ja, jongens, eventjes trouwens ook niet vergeten. Subscriben, abonneren. Like deze video. Druk even op het belletje. Laat even een comment achter. Daar doe je mij een heel plezier mee. Nou, wij gaan weer verder. Want alles en iedereen haalt mij alweer in. En wij spreken elkaar straks alweer. Maar ik denk niet dat ik deze nu weer in één keer ga uitlopen. Jongens. En een beetje verkouden ook nog. Het is toch waar, ik word oud. Tot straks. En ja, geniet ervan.
queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try. Cause you're the best thing, the best thing. You're the best thing that I've ever had. You're the best thing, the best thing. You're the best thing.
from the night before. Where we had it at, what was it all for? What was it all for? And I am left with the darkness of your eyes, and we both know it comes as no surprise. Ja, wat een prachtig, prachtig mooi landgebied is dit. Heerlijk om hier te lopen. En gezien ik hier niet zo ver vandaan woon, denk ik dat ik hier ook veel vaker mijn trainingen ga doen. We zijn al dik over de helft. Voel me goed. Voel me lekker. Knietje. Ging goed. Gaat goed. Dus wij gaan volgende week meedoen met de 10 kilometer van de wintertrail Bargerveen. En het is weer zo toevallig dat ik mijn sidecam weer vast heb. De camera vliegt eens uit. Ja, logisch met deze temperaturen. Dus even kijken of wij het beestje weer aan de praat krijgen. Misschien zegt hij wel dat het te koud is. Laten we hopen van niet. Ja, run out of battery, zegt hij. Nou, dat kan niet helemaal. Maar ik denk... Sorry. Ik denk dat het aan de temperatuur ligt. Dus we moeten even kijken. Handschoentjes uit. En... Wij gaan hem eens eventjes een nieuwe accu erin gooien. Ja, een druk klusje. Zo met de 4 mijl. Wat een gestuntel weer. Heerlijk. Nou ja, heerlijk. Ik ben er helemaal niet zo blij mee. GoPro, doe er wat aan. Want je bent een actioncam. En actioncams hebben we ook nodig in de winter. Dan krijg ik die stomme klep. Sorry voor mijn woordspelingtje. Krijg ik die stomme klep er niet af. Nou, daar hebben we de accu die voor problemen zorgt. Ah, we hoeven nog maar eventjes. Dus, als het nieuwe accu'tje erin zit, dan halen we hem wel. Dan redden we hem wel. Even kijken of dit een goede accu is. Wat de vorige... Ja, kijk eens even. Dat ziet er beter uit. En wij kunnen onze route weer vervolgen. Ja, al dat gehoest en gesnatter. Ik kan er niks aan doen, jongens. We gaan de camera eventjes weer opdoen. Ik zal hem eerst even aanzetten. Zo, record. En daar gaan we weer. Gebeurt wel vaak de laatste tijden. GoPro, dat je rommeltje uitgaat. Niet te vaak doen. Daar gaat hij weer. Zo. Kunnen jullie het weer zien? Mooi. Wat is dit? De kou of zo? Ik vind het heel apart. Even weer aan. En daar gaat hij weer. Ah. Jammer. Nou, volgens mij doet hij het weer. En hopen dat hij nou niet... En hij gaat er weer uit. Wat moeten we nou, jongens? Ik weet het al. Maar jullie gaan dit niet leuk vinden. Wij gaan maar even met de andere camera oplopen. Het is niet anders. Wat een technisch gebeuren allemaal weer. Zeer jammer. Moeten we deze er vanaf schroeven? Zo. Ik denk echt dat die camera gewoon veel te koud is geworden. Die stoppen we weg. Zo. Dan gaan we... Ho. Hallo. Dan gaan we deze demonteren. Oh. Volgens mij ben ik de laatste zo. Ja. Oh, nou, dat kan gebeuren, hè? Dat zal gebeuren, dat gaat gebeuren.
er is niets aan te doen. Techniek staat voor niks, zeggen ze. Nou, sommige techniek word ik niet zo vrolijk van. Zo, moeten we deze nog even wegstappen. Ah, jongens. Maar een zwaar leven heb ik toch ook als filmer. Kijk, daar komen de laatste lopers allemaal aan. Och, 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 och. Zwaai maar even. Nou jongens, ik word uitgezwaaid, want volgens mij ben ik zo laatste. De fietsers komen er al achteraan. Maar overmacht, overmacht. Nou, we sluiten de camera, jongens. Och, wat een gebeurtenis is. Jullie zien al 6 minuten dikke, dikke lol. Haha. Zo. Nou, daar gaat hij. Camera zit weer vast. Deze is nog niet uitgevallen. Laten we hopen dat hij ook niet uit gaat vallen. Even op het hoofd. Zo. Nou, jullie hebben weer beeld. En Jan, die gaat ook snel weer verder. Maar anders dan, ja, word ik laatste. Moet ook niet. Jongens, tot bij de finish. Moeten we halen. Jodel! En die moeten we ook niet kwijtraken.
Wouter Buurken, dan Miranda Kort, Anna Kniers, Simone Vos, Yvette Schierhorn, dan ook de Mariska Karstel, Paula Snel en Willem Huts, allemaal van de... Zo, dat was hem. De Kika Bargeveen Wintertrail. Ik ben best wel kapot. En ja, zoals je zag, het ging allemaal niet goed met de camera's. Maar dat hebben we weer opgelost. Nu naar de afsluiting. Dat was hem weer. Het ging weer hartstikke lekker. De 4 mijl van de Kika Barger Wintertrail. Bargerveen Wintertrail moet ik zeggen. Het was een heerlijk lekker runnetje. Alleen jammer dat het technisch even een klein beetje tegen zat. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik krijg het wel goed geëdit. Jongens, vergeet eventjes niet eventjes subscriben, liken, druk even op het belletje en laat even een comment achter. Daar maak je mij gelukkig mee. En ik moet ook zeggen trouwens, een van de allermooiste medailles die ik ooit heb gezien. Hij is prachtig. Deze gaat weer mooi op de muur. Ik hoop dat er nog een beetje plek is op de muur. En anders hebben we pech gehad. Volgende week gaan wij naar de Wintermarathon Leeuwarden. Wij gaan dan niet een marathon doen, wij gaan de 10 kilometer doen. Dit is een behoorlijk grote run van mijn grote vrienden van SV Friesland. Zie ik hun ook eens weer. Dit wordt tevens de allerlaatste run. En wij gaan hierna even lekker kerst en oud en nieuw vieren. Wat denk je ervan? Nou, we gaan eens even kijken wat er voor mij mee is gebracht. Ik zie de kerstmutsjes alweer. Het is de Nice Shoef. De Nice Shoef. Het is een soort ijsbeerbiertje, denk ik. 10% vol. Dat is best wel heel erg veel. Even kijken. Het is een sterk biertje. Voor de winter. Nou ja, we gaan het proberen. Maar, plopt hij ook? Nee, natuurlijk plopt hij niet. Ik doe hem open. Hoppa, daar gaat het dopje. Jongens, we gaan hem eens even proberen. De Nice Shoef. Ik proef niet dat dit 10% alcohol is. Ik heb het idee dat dit gewoon een lekker fris biertje is. En we gaan deze lekker opdrinken. Jongens, geniet van het weekend, geniet van de week. Geniet van het leven en tot volgende week!